En je moet het eigenlijk in het echt zien op tv. Je ziet het natuurlijk zien af, oké. Maar ik heb ook beelden gezien, iemand die maakte een foto daar dat ik over streep kwam. Dan ben je meer dood dan levend. De overwinning is toch finish bergop in maanden in Parijs-Nice. En dan tweede in het algemeen klassement. Twee keer kampioen van Nederland tijdrijden. Dat zijn toch een paar goede uitslagen. Ja, mijn vader die fietste veel. En ja, dat hoor je en dat zie je toch veel. Dat ja, als je vader sport en fietst of wat voor sport ook doet, dan, ja, dan ga je toch mee. Je gaat kijken naar de koers en je gaat zien. En, ja, zo word je toch opgegroeid. En zo ben ik er wat ingerold, zeg maar. Astana is een ploeg ja, die komt uit Kazachstan. Ik ben er dit jaar voor het eerst geweest met een ploegenvoorstelling. Ja, het is gewoon een staat en wij worden gesponsord door de staat, door Astana zelf. Ik ben bezig met ja, weer een beetje ja, weer terug te gaan naar de mooie rondjes waar ik echt mee kan doen voor overwinning. En ik heb een heel mooi programma wat ze mij geven en waar ik heel veel ook voor mezelf kan rijden. En daar ben ik heel blij mee. Dit is nu mijn derde jaar hier en ik heb me hier wel genesteld, zeg maar. Ik voel me hier wel thuis. Ik ben hier gewoon inwoner van Monaco. Mijn ploeg is ook hier genesteld. Als ik iets moet hebben, dat is een kilometer van mijn huis af. Dus dat zijn allemaal voordelen natuurlijk. En om te trainen, wat natuurlijk super belangrijk is voor mij. Ja, in de restaurants na drie jaar kennen ze me wel, ja. Ja. Ja, soms op een foto, ja. Soms dan fietsen ze even mee. Of ze willen een dagje mee fietsen als ik een rustdag heb. Ja, dat zeg ik. Na drie jaar dan herkennen ze je wel. En dan is het hetzelfde als in Friesland, zeg maar. Hier train je dan elke dag voor. Dag in, dag uit. Dus Parijs-Nice 2012. Finish bergop op maanden. Belangrijke aankomstplaats. 3 kilometer, 10%. Instelling was om geen tijd te verliezen. En, ik had een redelijk goede dag, zeg maar. Ja, dat is wel een van mijn strafste nummers. Mooie dingen gewonnen, maar tot nu toe, ik hoop dat er nog meer komen, maar tot nu toe is dit wel het toppunt. Formule 1 die rijdt niet hier, maar wel heel dichtbij. Dus hij rijdt daarachter, ja, bij die boten. Daar rijdt hij en ja, dat hoor je dan wel. Normaal hier zoiets als dit, maar moet je denken rond de 1700 euro in een maand. En dan kun je je auto ook nog kwijt. Dat is heel goedkoop. Want ik weet als je met meerdere slaapkamers doet, de slaapkamers apart, ja, dan ga je gauw naar de 10, 15, 20.000 euro per maand. Zo gaat hij dus zo gaat hij gewoon dicht. En dan hoppa, kijken of hij goed dicht is. Om erin te slapen, dan is het altijd een voordeel. Ja, normaal moet je 3 weken echt op een berg zitten. En wij zitten meestal 2,5 week. Je herstelt beter. Ja, je maakt ja, meer rode bloedcellen aan. Dus oftewel, ja. Het heeft gewoon heel veel voordelen. Je moet er gewoon wel heel precies mee omgaan, maar
als je dat goed doet, dan heeft dat heel veel voordelen. Tegenwoordig in wielrennen is het gewicht is zo belangrijk. Daar draait alles om. Je moet gewoon trainen en je moet gewoon onder 70 zijn. En liefst 68 kilo. Eén voor altijd op de koers en één voor hier. Hoe ik op mijn gewicht kom, is gewoon proteïne en sojamelk. Ja, dat gooi ik er doorheen met muesli. Dat is mijn ontbijt. Ik gebruik het in koers. En daarom heb ik die weegschaal ook altijd mee. Dat het niet in één keer de hoogte in vliegt. Dus is het 's morgens denk ik van, oh, het is iets te veel. Nou, dan eet ik gewoon die dag iets minder. Iets minder. Niet, oh, het is iets te veel. Nu moet ik niks meer eten. Dat kan niet. Want dan dan trek je het niet. Wat kost deze trainingsfiets? Ik denk toch dat die wel richting... Ja, een beetje een wedstrijd klaar tot... Ja, dan praat je gewoon over €10.000, denk ik. Zeker. Ja. Voordat ik wegga, maak ik alles netjes. Maar ik ben zo verstrooid dat ik... als ik al bij het hotel ben, dan is alles alweer door elkaar heen. Dus ja, daarom noem ik het ellende. Misschien is het niet het goede woord, maar ja... Maar voor de rest, ja, dit is al, ja, hier leef ik uit. Dit is gewoon de koffer, die gaat dicht. Toilettas, helm, belangrijk. Soms weet ik niet eens wat ik allemaal heb. Dat is ook wel fijn. Maar in ieder geval, je hebt genoeg. Dat is een ding wat zeker is. En dat je kan zeggen wat je wil van deze ploeg, maar aan materiaal en kleding en schoenen en alles, dat is allemaal wel in de puntjes allemaal geregeld. Ja. Ja, ik kan me wel boos maken omdat negatieve imago, dat vind ik gewoon niet terecht. Dan kun je beter, ik zou niet weten bij welke ploeg je dan moet gaan. Want ik denk dat elke ploeg wel een of ander luchtje achter zich heeft. Vier positieve gevallen in een korte tijd, dan kun je verwachten dat er wat gaat gebeuren natuurlijk. Maar... Ja, je moet er altijd voorzichtig in blijven. Ik vond het er een beetje overheen gaan. Ik ben toen gestopt. Op een leeftijd waar ik meedeed voor de overwinningen. En ik zag renners om me heen van mijn leeftijd toen. Die werden allemaal prof. Behalve ik niet, want ik was gestopt. Het stratenmaker heeft mij wel gemaakt zoals ik ben nu. Dat is hard werken, maar wielrennen is ook heel hard werken. En ja, het is ook hetzelfde met feesten en wielrennen. Is stratenmaken en wielrennen is bijna ook hetzelfde. Ik heb er nooit geen spijt van gehad. Ik heb een hele mooie tijd gehad in het feest gebeuren. Ik weet ook dat heel veel sporters alleen maar dit leven gezien hebben. En ik heb ook de andere kant van de medaille heb ik ook gezien. Als je zegt van hoe diep gingen jullie, dan was alles was er wel bij. Ja. Drugs, drank, alles. Voor jongere mensen is het inderdaad goed om te zien inderdaad, dat je ook, stel je gaat feesten eerst en je begint iets later, dat je toch nog op 26-jarige leeftijd nog prof kan worden. En zeker ook nog als je 33 bent, dat je nog bij Astana kunt draaien. Ingrid komt uit Australië, dat klopt, ja. Ja, en zij verblijft hier 2 weken. Ik ben nu even vrij en ik heb haar ontmoet in Australië. Ah, it's really shit weather, hè? I thought, as soon as I came, a very nice guy. Very, very nice. Very special. Normal. Not a huge ego. You know.
Ik had een relatie van 7 jaar. In het seizoen ging het zoals het ging. Maar daarna is het gewoon een stuk gelopen. De laatste 3 jaar groeiden we gewoon uit elkaar. Ik zat hier en ik was veel van huis. Zij heeft een studie. Ja, het is gewoon super lastig om dat te combineren. De Madone, Col de Madone, de Lance Armstrong climb. Hij deed hier altijd zijn testen en die waren nogal rap. Als profrenner, hij heeft natuurlijk dingen gedaan wat niet kon, dat is een ding wat zeker is. Maar ik denk en ik blijf er ook bij dat hij streed met gelijke wapens en ja, voor mij blijft hij gewoon toch een kampioen. Ik ben heel laat prof geworden, maar eigenlijk valt alles precies in elkaar, want ik ben heel blij dat ik niet in die tijd daarvoor prof was. Dus ik heb dat hele slechte tijdperk niet meegemaakt. Oké, er zullen nu nog steeds dingen gebeuren wat niet kan. En dat hou je overal, maar niet meer zoals toen, zeker niet. Misschien voor de tv-kijkers is het minder interessant, is saaier, want iedereen zegt ja, maar waarom wachten ze nu tot de laatste klim en waarom en dit? Waarom? Nou, misschien omdat ze maar één pijl hebben om te schieten tegenwoordig. Dat is het hele punt.